Ik ga even met de andere Poetin eens gehad. Het springt op pauze, zo'n ding. Goeie verbinding, nul kijkers. Wat een primitieve tapissement, hè? Geen primitieve 114 hadden we volgens op Twitch. Drie kijkers, hey kijkers. My best TV aan het kijken, dus ik ga gewoon mijn tanden poetsen. Een beker, natuurlijk. Een beker. Ja, als je hier komt, laat de camera even naar daar draaien. Wat? Een kast, hè? Ja, stuur hier besloten, maar dan moet hier niet zijn. Geef hem aan, dan moet hij niet voor dat beeld komen. Is er al in? Ja, oh. Geen minuut. Ja, is er wel een ijsje op deze zin? Heel erg, mijn ijsje. Ik weet niet, dan wordt het een ijsje van mijn ijsje. Schat, voor is mijn ijsje. Oh, wacht, dat is een drinken. Oh, look at the live is now. Dat kwam ook nog lekker gebeurd. Ik maak een koffie, ik maak een half pot, nog te veel hebben, en dat kunnen wegkappen. Oh, nee. Dat is wel aan te leggen. Wat is hier boven van de stoel? Wat is hier boven? Op zijn stoel, dat hij er een los in. Dus komt er een kikker die draaien voor je met een iPhone. Ja, dat was niet heel. Ik heb het niet kapot gemaakt, dan moet je wel doen. Kom hier in het bureau. Kom hier in het bureau. Daarmee heb ik niet bureau op Berg. In uw kamer komen. Dus nee, dat ja. Dat moet echt Sander willen. Oh, is dat het gemaakt? Dat van Frozen? Ja. Dat is echt tof. En wat hebben we nu nog allemaal gemaakt? Of het alles niet meegekregen? Die lamp en dingen, dat is echt dat van meer. Ah, dat zal ik ook wel zien. Dat is ook wel echt tof. Dat is gewoon van papier, of hè? Het was van Bob. Ja, we kunnen dat ook. Dat was leuk. Dat is inderdaad van hard, van stevig papier. Dan een dun papier lukt het niet.
Allee, zet je bijna klaar? Hij is getrokken. Ik heb het wel. Ze zijn braaf, jongens. Nee, ik wil wel af, maar de koffie zit er weer. Ja, ik ben blij dat jullie er ben. Ja, wie is er morgen vroeg trouwens? Eerst Niki, dan Emily en samen Peter. Oké, moet jij morgen werken? Eerst denk ik, hè? Ja, dat is het. Ja, dat is het. Woensdag wel? Ja, woensdag wel. Goed. Tot woensdag dan. Hey schat, ik ben er terug. Hey. Wees trainende met Steve, heb je een relatie met hem? Natuurlijk heb ik dat. Hallo, Michael Huybens. Oh, ik heb... Ja, maar ik had een ideale berichtje gekregen van uw kijkers, schat. Nee, mijn kijkers staan op 0. Ja, bij mij staan ze ook maar op 3, hoor. Meer dan dat is het niet. Ben je eruit live geweest op Twitch? Mannetjes, dat waren ze ruzie aan het maken. Oh, ik heb mijn examen gedaan vandaag. En is, ja, dus ik vind het wel erg, ik vind het wel spijtig voor jou dat het niet gelukt is. Maar ik ben blij dat je het toch geprobeerd hebt. En dat is het belangrijkste, vind ik. Hey Steven, en Michiel daarop vraagt, is dat jouw vriendje? Wat gaan we zeggen, Michael? Ja. Ja, ik ben Michael zijn vriendje. Dank wel dat je het vraagt. Ah ja, en ik heb goed nieuws. Heel wat van mijn kijkers hebben op jouw kanaal geabonneerd. En je hebt nu 320 abonnees. Oei. Ik ga ze even kijken. Goed, hè? Dank je wel. Ja, dus ik had dat gezegd. Zeg maar. En dat is... Als wij later getrouwd zijn, hè? Ja. Mag ik dan, ik zeg maar iets, hè, bijvoorbeeld... Samen met mama, die wilde samen met mij een TikTok maken. Ja. Ze wilde die Best Friends Challenge doen. Maar ik heb een challenge gekozen die ietsje makkelijker is. Ah, welke?
Die van de Maya-dans. Ah. Ja, ik heb nu ook maar één kijker, zie ik juist. Ah, ken die. Die speelde in de buurtpolitie, denk ik. Ik volg die ook. Ja, maar ik heb nog maar één kijker. Dat spijt, ik vind dat ze er wel bij komen, zeker. Ik weet het niet. Ik heb er maar één. Ik ben wel blij dat ik met u kan live gaan, schat. Ja, ik wilde vandaag eigenlijk niet live gaan, omdat ik alleen thuis ben. Mijn mama is naar de voetbal kijken bij een vriendin van haar en ze weet dat ik voetbal haat. Ja, ik hou er ook niet van hoor. Ik moet eerlijk toegeven, ik hou er echt niet van. Nu hebben we twee kijkers. Zeg, gaan we nog eens een wedstrijdje, een wedstrijdje zo zien wie dat... Ik wil dat nog eens proberen met je schat. Is dat erg? Is dat goed dat ik dat nu start? Ja, is goed. Dan gaat er nu... Ah, jij hebt het al gedaan. Oké, ik heb ze geaccepteerd. VS, wie gaat er winnen? Is ziens, hè. Yo, Dante de Brede. Hey, Dante de Brede. Oeh, het is spannend. Nog 0-0. Nou ja, we zijn nog een moment. Ik heb ook nog maar twee kijkers, dus ik begrijp het wel. Hoeveel kijkers heb jij er, schat? 0, en bij jou? Ja, 2. Meer dan bij... Ah, 3. Ik heb nu 3. Oeh, dat wordt spannend. Oh, hier, ik heb al eerder die in het goud staat. Dat is een bekende TikToker, die Michiel mag... Michael nog iets, ik weet zijn naam niet, ik zal het even zien. Michael Heibens, of zoiets. 420 JRO, hoe gaat het met jou, ermee, Steventje? Met mij gaat alles goed momenteel. Ik heb een lief, ik heb leuke YouTube-videos die ik gemaakt heb, dus met mij gaat het goed. En Michael is mijn lief, dus hij maakt ook heel leuke video's op YouTube en op TikTok, dus ga hem zeker volgen. Ja. En, 4 kijkers. Wow. Volg Steven ook op TikTok, dat kan ik alvast zeker aanraden. Hij maakt heel leuke TikToks. En er is één TikTok van hem en mij dat ik het leukste vind van allemaal. Dus ik ga de kampioenen zoeken. Ja. Die vind ik ook het leukste. Dat was eigenlijk een goed idee eigenlijk van ons, hè? Jij en ik zijn allebei kampioenenfans en jij en ik zijn een beetje... Ik zou niet zeggen gelijk Herman en Xavier, maar... Dat vond ik wel een leuk vraag. Iemand vraagt hoeveel verschil zit er tussen onze leeftijden. Ik ben 19, ik word bijna 20, dus ik denk dat er niet veel verschil tussen zit, hè Michael? Nee. Schat, dat is toch niet, hè? Nee, helemaal niet. Je zei dacht dat je 21 was. Dat is toch, heb ik het juist of heb ik het fout? Je hebt het juist, ik ben 21. En ik word 20, dus dan is er maar 1 jaartje verschil tussen. Dus zo erg is dat niet. Alleen, nu is er 1 jaar... Nee, als ik 20 word, is er 1 jaar verschil. Nu is er 2 jaar verschil tussen. Ah, maar één kijker. Ja, dan is het maar zo, hè. Zoiets begint de live vol te streamen. Vol te... Ja, mij maakt ook niet uit. Zolang dat ik het nog plezant heb met u, hè. Ja. Steven, heb één vraagje. Dante de Brede, stel je vraag, maar ik zal ze beantwoorden. Waze Liam. Hey Waze Liam. Ik ben bijna 23 en zie er jonger uit dan jullie. Oei. Ah ja, dat is waar, daar heb je gelijk. En ik vind dat je inderdaad jong zit op je TikToks. Dat is waar, Michael Huybens. Oei, ik heb hier heb ik iets gemist? Nee, ik heb niks gemist. Oké. Okay. Zeg, dat verandert niet altijd. Ik moet u ook iets zeggen, eigenlijk. Zeg maar, schat. Ik heb zitten denken aan iets, hè. Ik heb een vriendenboekje gevonden van Like Me, waar Ian erin staat. Ja. En ik zit te twijfelen wat ik daarmee zou doen. Ja, dat is uw keuze. Jij doet ermee wat ik wil. Ik zal, als ik dat zou vinden, ik zou die ik zou die er niet uitscheuren. Maar ik zou het wel opbergen dat ik er niet meer zou aan denken. Dat zou ik doen aan mijn ex, als mijn ex lief in zo'n boekje zou staan. Je antwoordt niet op mij. Tante de Brede, heb je een vraag gesteld? Stel je vraagje maar. Tante de Brede. Ik zal ze antwoorden. Ik was echt zo'n lief bezig, maar stel de vraag maar.
Dag Steven. Hey Arudo. 1, 2, 3, 4. Waarom doe je nog TikTok? Ik vind TikTok eigenlijk leuk en ik hoop dat ik daar ooit geld mee ga verdienen. Zoals Glenn Fontaine en ja, eigenlijk verschillende TikTokkers. Met YouTube verdien ik ook nog geen geld, maar ik hoop dat ik dat ook snel ga kunnen doen. Is dat je man? Thees Sheps, dat is, Michael is niet mijn man, dat is mijn lief, momenteel. Krijg je haat, man? Je krijgt haat, man. Ik krijg...